Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, voordat we gaan beginnen wil ik eerst even zeggen bedankt allemaal voor alle support en de duimpjes en de comments die ik onder de afgelopen paar afleveringen van Orcs Must Die heb gekregen. Echt, what the fuck gewoon. Toen ik bij deze serie begon, toen was ik er echt niet zeker van of dit gewoon echt uit zou pakken als een succes. En jongens, jullie hebben het echt laten zien. Deze serie is een succes geworden. Echt bedankt allemaal. Maar laten we meteen gaan beginnen, want ik ben benieuwd wat we vandaag weer voorgeschoteld krijgen. Dus ja, please even kijken. Holy shit, we zijn echt gewoon al dik over de helft. Dat is wel nice. Eens even kijken. Vorige keer hadden we die arena gedaan. Daar moesten we op een gegeven moment bij apprentice level gaan. Omdat we hem anders niet konden verslaan. Dus vandaag moeten we op die balcony. En geweldig, weer een telefoon hoor. Jawel mensen. Een telefoon, jawel, applaus. Verpest de opname maar weer. My god. Oh, upgrades. Ik ga weer upgrades kopen. Wat voor upgrades zal ik gaan halen? Deze heb ik al een keer geüpgrade. Die heb ik al geüpgrade. En die. En wat is dit dan voor iets? Pounder traps also stun targets. Nou, dat is niet zo goed. Push traps also stun targets. Boeit me ook niet zoveel. Wallblade trap deal more damage. Baby, geef dat. Ja, accept. Jee, mannen. Oké, nou, de balcony. Let's go. You have been granted. Ice amulet. Oh, wat is dat nou voor iets dan? Dus even kijken. Oh, dat bevriest die orks. Oké, dat is nice. Even kijken. Die gaan we natuurlijk gebruiken. Dus even kijken. B. Wat is dit nou? Fire babies. Flying enemy that avoids floor traps. Geweldig, eens even zien, goed. Nou, zwaard, windbelt, vuurbelt en de ice amulet, of nou, dat is eigenlijk geen vuurbelt, maar goed. Dan gebruiken we die en die. Het lijkt me handig om weer eens een keer die steel wallblades te gaan gebruiken. En wat zullen we nog meer gaan gebruiken? We kunnen push traps, boom barrels, snipe dingen. Pom pom pom, wat zullen we eens doen? Springtrap door gewoon. Je hebt nooit wanneer het handig is. Eens even kijken. Oh, wacht eens even. Kunnen we eens hier lanceren? Eens even kijken. Halleluja, dat kan. Oh my god, yes. Yes. Kom maar, yes. Yes. Oh. Oké, dit gaat cool worden. Kom maar jongens, de eerste wave gaat compleet. Woes, gaat helemaal kapot. Eens even kijken. Oh god, niet meteen nog van die dingen, hè. Oh god, please. Give me a break, wil je? Ga dood, sterven. Ga sterven doen. Oh, ik one-shot kill ze, dat is handig. Nee. Ice amulet. Ice. Wow, dat is handig. Doet wel veel damage. Oh, wat die dingen zijn hier. Kom hier. Kom op hier. Oh, what the fuck? Kan dat ding naar beneden komen? Oké, dat is wel grappig. Oh, shit. Weet je wat? We doen nog even zo'n springtrap erbij. Zo, dat gaat wel goed, denk ik. Eens even kijken. Oké. Volgens mij komen ze alleen maar uit deze hallways. Even kijken. Misschien heb ik Archer Guardians nodig. Ik weet het niet. Dan moet ik misschien iets wegdoen voor die Archer Guardians. I don't know. Even kijken. Laten we eens even... Woosh, oh nee, niet genoeg energy. Oh, kutzooi. Oh, dat is handig. Het bevriest de orks. Oh, dat is wel handig. Daar kunnen we ze stunnen of zo. Dat is wel very handy dandy. Hup, woosh en woosh. Jee, mannen. Even kijken, potion. Thank you very much. Oké, goed. Nou, eens even zien. Wat zullen we nou gaan plaatsen? Pom. Oh, wacht, natuurlijk. We moeten even dit doen. Wallblade. Wallblade. En even kijken, daar kunnen we nog zo'n een doen. Doen we er hier een. Dat is prima, dat is goed. Oh god, kobold runners. Woosh. Oh my god, dit is best wel challenger. Ik moet ze raken met headshots. Ik moet de headshots landen. Anders gaat het niet goed komen hier. Ik denk dat Orcs daar enorm moeilijk gaat worden. Geen grapje. Dit is nou al fucking intens. Dus ik heb echt geen idee wat mij nog te wachten gaat staan. Kom op, sterf. Oké. Ik had misschien beter iets van steam traps kunnen doen of zo, maar daarvoor is dit bestemd.
Even kijken, we hebben 9 rondes te gaan, we zijn bij ronde 4, dus dat is nice. Even kijken, we moeten sowieso afrekenen met die orks, dus ik denk dat ik daarvoor poison spike traps wel handig zou zijn. Ik denk dat we hier het beste, die kunnen daar niet scheid, dat denk ik toch deze, ja. Lijkt mij het handigst om te doen, gewoon dit zo vol spammen denk ik. Op de trap kan helaas spinnenkaas niet, wacht, kan ik op de trap wallblades? Nee, dat kan niet. Oh god. Nou, dan moet ik moet dit gewoon helemaal vol gaan spammen met ja, wallblade meuk. Waar ik geen geld meer voor heb, geweldig. GG, let's go. Tuurlijk komen ze al. Ja, dat had ik ook niet echt anders verwacht hier. Jij dood en jij dood. Ja, natuurlijk. En jij moet dood. Oké. Okay. Fire. Kijk, dat werkt heel goed. Ik vind best wel dat ik het redelijk goed doe op dit punt. Oh my god. Spam het. Kom op, ga dood. Sterven. Ga dood. Oké dan. Nou, jij. Oké, nou. Die kan ik allemaal zo doodmaken, dus dat is niet echt een probleem. Ik moet wel zorgen dat ik goed schiet natuurlijk, want als schil schiet hebben we helemaal niks hier. Ik vraag me af als ik de wallblades hoger plaats, of die dingen dan ook gekild worden. Ga ik gewoon uitproberen. YOLO, even kijken. Dan doen we 8. Even kijken. Jee, kijk eens aan mensen. Dat kan ook nog als het goed is. Laten we het eens proberen. Jee, het werkt. Goed zo. Yes, het werkt gewoon. I am the greatest. At Ox must die. Oké, okay, pew. En jij dood. Oké, okay, helemaal goed zo. Oké, okay, jij. Yes. Good job. Even kijken, goed. Nou, ik denk dit gewoon vol spammen met meuk. Even kijken, dan doen we 8. Dan doen we daar 1 van, daar 1 van. Helemaal goed. We hebben echt wel een redelijke defensie. Ik wil niks zeggen, hoor, maar dit gaat eigenlijk best wel goed. Alleen, ik baat mij echt zorgen om die idiote dingen, want die zullen redelijk vervelend gaan worden. Ik kan ze instakillen met headshots, dat weet ik. En het is ook niet zo heel moeilijk om ze te raken, maar als er heel veel zijn, dan komen ze er uiteindelijk wel door. En dat is echt heel vervelend. Dus is die dood? Shit, sterf! Kan niet anders. Nee, ga dood! Vuur! Oké. Oh my god, skills gewoon altijd. Even kijken, goed. Laten we nog even zo'n defense ding hier doen. Oké, dat is prima. Ho, dit hele ding is verkoold gewoon. Dat vind ik die stoepke. Even kijken hier. Stel je kutkanaries. Jezus, ik word er helemaal niet goed van. Even kijken, natuurlijk komen er nog orks aan. Ook nog. Zal ik eens zijn. Woosh. Jij moet gewoon even dood. Ja, oké. Okay. Pleeg gewoon even zelfmoord door je. Ga gewoon dood, mensen. Serieus. Ik heb geen post gehad meer aan jou. Echt. Jou al helemaal niet. Oh mijn god. Kobold runners er ook nog bij. Jezus. Dit is echt niet cool, dit. Verre van zelfs. Ja. Dood. Sterf. Nee. Sterven, zei ik. Oké. Okay, naar de ding. Oh, Pellet Guard. Dat is handig. Oké. Okay. Helen. Oké, goed. Go. Oh, skills gewoon altijd. Ik vind die crossbow, dat is denk ik het OP'ste ding in de hele games. Geen grapje. Ik zei net dat de windbelt was, maar die crossbow, dat is het standaard wapen, hè. Wat je meekrijgt. Samen met het zwaard, dat is echt gewoon overpowered. Oh man, echt mijn god. Ik zie die dingen gewoon een beetje uit de lucht te snipen hier. Ik vind dit eigenlijk makkelijker dan het vorige level. We zijn op ronde 6 en het gaat mij redelijk makkelijk af. Dus wat ik niet snap is waarom die vorige zo moeilijk was en dit zo fucking niet moeilijk. Het enige wat moeilijk is als er soms te veel van die dingen wacht even. Yes, finally! Haha! Eens even kijken. Oh, at least hard weer. Oh, oké. Okay. Oh ja, ik wou nog even zo'n extra dingetje. Even kijken. Wat zullen we nog meer doen? Ik denk dat we gewoon deze dingen moeten doen voor de orks. Ik heb werkelijk geen idee, maar het zal wel, denk ik. Laten we gewoon... Ja, laten we gewoon zorgen dat we dan niet echt last krijgen van orks. Ja, laten we dat gewoon doen. Zo, en dan 1, 2, 3.
En dan 1, 2, 3. Dit is prima, dit is helemaal prima. Dan kunnen we ons bezighouden met... Oh my god, nee, please no. Brand, ga dood. Oké, goed zo. Echt, die wallblades zijn nu echt overpowered. Ik wist niet dat die dingen zo goed waren. Kennelijk wel, maar... Ik, ja... Ach, die dingen verkolen gewoon helemaal. Dat is gewoon grappig. Bevries. Bevries, zeg ik. Bevriezen. Kijk jongen, dat doet zoveel damage op ze. Dat is gewoon grappig om te zien gewoon. Dat is gewoon carnage dit eigenlijk. Deze dingen zijn gewoon obese, hoe die dingen kunnen vliegen met die kleine vleugeltjes. Ik heb eigenlijk geen idee, maar... Orcs must die logica, zeggen we dan. Kijk, ze killt ze gewoon. Kijk, zie je? Dat is wel heel grappig. Dus dit is echt een hele goede manier om af te rekenen met die kleine kuddingetjes. Oké, goed zo. Even weer gaan helen. Het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Ik moet gewoon even helen en... Ja, ik moet gewoon op mijn health letten. Dat is het hoofdding wat ik moet doen. Oké, nog een stukje. Dit kan mijn leven kosten. Oké, goed zo. Hij weer terug. Oh shit, sorry, nee. Ga dood, ga sterven. Ik ben echt blij dat ik daar in het begin die springtraps heb geplaatst. Dat geeft mij tijd om sowieso terug te rennen naar eventueel hier weer ofzo. Of naar iets anders. Of dat ik gewoon wat extra tijd heb. Dat vind ik wel fijn. Yes, achievement unlocked. Gilbert Storm. Dat is nice. Yes. Dit is de laatste wave. Nu moet ik zorgen dat ik full health heb. Maar die ice ding dat is echt OP tegen die kleine vliegers. Dat is nice. Oké, hele en weer terug. Gaat het lekker zo. Dan kregen we waarschijnlijk allemaal super intense shit en alles. Waar ik totaal niet blij mee zal zijn, maar ja. De fallout is wel bezig met die orcs. Echt serieus, die maken geen kans. En anders doe ik gewoon even dit zo en dan... Hup. Zijn ze allemaal weer dood. Of ik doe gewoon even dit. Woesh. En woesh, woesh. Kijk, er zijn al die kleine vliegers dood. Nou, dat gaat wel lekker zo. Oké, dan hebben we zo'n grote ogen. Oké, dat is minder cool. Laten we die gewoon even laten branden. Rennen, Ronald. Je mag nu niet verliezen. Dat mag gewoon niet. Dat kun je niet toelaten aan jezelf. Oké, goed zo. Nou, die ogen is nu echt bijna kassie bijna. Piep, 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 piep. Yes. En voorlopig geeft de val mijn dingen goed in de hand. Dat is nice. Maar we hebben gewonnen, dus dat is niet meer noodzakelijk. Twee skills. Doe ik het vast, laat me maar winnen. Hè? Dat is mijn grote ding, zeg maar. Maar goed jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet om weer zo lekker veel duimpjes achter te laten. Laten we kijken of we 20 likes onder deze video kunnen krijgen. Moet prima te halen zijn, denk ik. Maar goed, bedankt voor het kijken. En abonneer voor meer Orcs Must Die. Like de video als je deze leuk vond. En volg me even op Twitter, @ShadowGames23. Want dan blijf je op de hoogte wat voor dingen er allemaal rond de serie gebeuren. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Orcs Must Die. Dus ja, later mensen.